Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, hartelijk bedankt voor jullie lieve cadeautjes. Ik hou van jullie. Vind je het ook leuk, de content die ik maak, dan kun je hier dus beneden op de button bedankt, mij een bedankje sturen. Wil je dat liever op een andere manier doen, dan kan dat via de link in de beschrijving en in de reacties die ik heb geplaatst. Ik hou van jullie. Bedankt voor jullie prachtige cadeautjes. Ik hou van jullie. We zijn aanbeland bij de laatste redevoering. Ja, ik heb echt gigantisch genoten van dit prachtige boek. En het is heel erg goed voor ons bewustzijn en daar eigenlijk met dit soort leringen verder te gaan. Om ons bewustzijn dus los te maken van deze matrix. Redevoering 33. Nou, zoals we allemaal nu weten, 33 staat voor het eeuwige oneindige leven. Dus vandaar veel met 33 gesproken wordt. 33 was tevens ook de opstanding van Jezus. En ja, ga maar door zo. Saint-Germain, 1 januari 1935. Saint-Germain's beschrijving van het oudejaarsavondconclaaf op de Royal Tatum. Het is met grote vreugde dat ik u in het kort vertel over bepaalde activiteiten die gisteravond plaatsvonden op de Royal Tatum. 214 opgevaren meesters en de 12 van Venus waren tegenwoordig. Grote lichtstralen zijn voor altijd ingesteld naar ons nationaal kapitool en naar de hoofdstad van iedere staat, zodat een onophoudelijke straling zal uitstromen naar deze brandpunten. Er werd ook gestraald naar de voornaamste steden van Europa, India, China, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Afrika en Mexico. Vanuit de Gouden Stad in Shambhala werd een gelijkaardige straling uitgezonden. Zo ontstond een drievoudige werking om de mensheid te zegenen. Er wordt alle inspanning gedaan om zoveel mogelijk destructieve werking op de wereld te voorkomen. Ja, kijk, als je de teksten allemaal leest, dan prachtig. De werking van de laatste 3 maanden is ontzettend bemoedigend geweest en wij koesteren hoge verwachtingen voor dit jaar, aangezien wij ons terdege bewust zijn van de vrije wil van de mensen, kunnen wij er enkel op vertrouwen dat ze harmonisch zullen samenwerken met de bewuste straling die uitgezonden wordt vanuit de hoger vernoemde drievoudige werking. De grote meester van Venus, Jezus en de grote goddelijke directeur lieten licht uitstromen zoals ik het nog nooit heb meegemaakt. Velen die zich ten volle bewust zijn van mijn oprechte inspanningen voor de zegeningen van Amerika hebben zich in volle kracht met mij verbonden om al het mogelijke te volbrengen dat de kosmische wet en de wet van de mens toelaat. De kosmische wetten brengen dagelijks meer vrijheid in deze werking en dit moedigt ons ten zeerste aan. Gisteravond waren er veel studenten aanwezig en ik ben hiervoor zeer dankbaar. Veel bijzonderheden van de werking die plaatsvond mag ik op dit ogenblik niet onthullen. Maar ik verzeker alle studenten dat het onbeschrijfelijk wonderlijk was. De grote heerschaar van opgevaren meesters verenigt zich met mij in hun liefde. Licht, zegening en overvloed voor de studenten, voor Amerika en voor de wereld. Mogen dit jaar ongeëvenaard zijn in het brengen van geluk van de mensheid, in de volheid van mijn liefde. Saint-Germain. Acturus, 4 juli 1932. Redevoering van Acturus op de dag van de onafhankelijkheid. Aanroeping. Machtige, ondersteunende, omhullende tegenwoordigheid. Wij loven en danken u voor uw eeuwig durende leven, uw eeuwige jeugd en uw stralende licht. Redevoering. Amerika, wij houden van u, machtig zaad van de eeuwige goddelijke manifestatie. Wij loven en danken omdat u ondersteund en geleid wordt door God alleen. De dag waarop onafhankelijkheid gevestigd werd in uw hart, werd u een stralend centrum van licht voor de hele mensheid. Wij loven en danken omdat de mensen in uw omhelzing ook vrede en voorspoed zullen kennen.
U wordt geruggensteund door de kracht die het rijk van God op aarde vestigt en ondersteunt. Het goddelijke licht zal het hart van uw kinderen in alle leidende functies verlichten en sterken. Hieruit zal liefde, gerechtigheid en wijsheid ontstaan. Amerika, wij houden van u, Amerika. De machtige boodschappers van God die reeds zijn overgegaan, kijken naar u en hun hart is vervuld van liefde en kracht. De liefde van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid die uitstroomt om uw inwoners te helen, te zegenen en voorspoed te brengen. De substantie van de aarde wordt opgetrokken naar een hogere trilling. Terwijl de kinderen van God op de aarde wandelen, zullen ze voelen dat de stroom van God in hen vloeit en hen bezielt met grotere liefde, trouw en verlangen naar uw vrijheid. Amerika, het lijkt alsof u beperkt bent, maar bent dit niet. Maar u bent dit niet. U treedt binnen in uw grote vrijheid. Het lijkt alsof u in barensnood bent, maar u zult geboren worden in grote vrede, gezondheid, geluk en voorspoed. Wij loven en danken omdat dit Gods wijsheid is, de machtige Ik Ben tegenwoordigheid die spreekt. Het Christuskind dat u omhelst, Amerika, is gegroeid in koninklijkheid en macht. Het smeekt niet langer, maar gebiedt gehoorzaamheid aan alle mensen op aarde. En dit ten dienste van de innerlijke tegenwoordigheid. De kracht van de goddelijke liefde leidt u en verteert alles wat niet bij haar past. Amerika, wij loven en danken omdat u een groot juweel bent in het hart van God. De lamp van verlichting die verlicht wordt door de machtige Ik Ben tegenwoordigheid. De kelk, de kristallen beker die in haar zuivere uitstraling vrijheid, vrede, gezondheid, voortspoed en verlichting houdt voor diegenen die zich koesteren in uw omhelzing. Mogen de hele wereld uw straling voelen en erdoor gezegend worden. Vrede, vrede, vrede en goede wil op aarde voor alle mensen. Acturus. Nota. Ik wilde voorstellen dat u dagelijks aan uzelf zou denken als aan een radiostation dat vrede en goede wil uitzendt naar alle mensen. Weet dat vanuit dit machtige bewustzijn de oneindige kracht van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid vloeit naar iedere persoon en hem geeft wat hij kan ontvangen. De machtige Ik Ben tegenwoordigheid brengt iedereen verlichting en vastberadenheid. Wees u ervan bewust dat uw eigen denkvermogen zo'n krachtig goddelijk centrum is, dat u op ieder ogenblik snel en onfeilbaar een beslissing kunt nemen door de kracht van de goddelijke liefde. Erken dat uw denkvermogen slechts een voertuig is van de grote meesterlijke tegenwoordigheid van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid in u. En dat het ten alle tijde de innerlijke tegenwoordigheid moet gehoorzamen. Beveel het steeds vastberaden, waakzaam en snel te handelen. En iedere menselijke twijfel voorgoed te verteren. De nieuwe cyclus. Deze dag is het brandpunt van 10.000 jaar. Het begin van een andere cyclus van 10.000 jaar. De groten van Venus, die altijd gewerkt hebben aan de verheffing van de mensheid in de aarde, treden vandaag naar buiten en zij storten een machtige straling uit over de mensheid en doorheen de aarde. Dit veroorzaakt sneller en grotere stabilisatie en vertrouwen in het hart van veel staatsambtenaren. Hierdoor krijgen ze een sterk en onwankelbaar verlangen om Amerika naar zelfvertrouwen en voorspoed te leiden. Ze voelen dan een grotere liefde en trouw voor de vooruitgang van Amerika dan voorheen. Velen zullen leren dat ze de mensheid niet meedogenloos kunnen regeren, want ze ervaren dat de macht die ze over anderen wensten te hebben, wordt aangetast en zich als vergelding tegen hen keert. Wanneer deze les genoeg indruk maakt op hen, zal er veel ellende afgewend worden. In deze stroomversnelling kan er veel gedaan worden in een korte tijdspanne van 20 jaar, terwijl dit normaal 100 jaar zou vergen. Nou, er in de tussentijd is best wel veel gebeurd. Hè? Bush is natuurlijk nog aan de macht geweest in Amerika. Nou, moet je kijken wat die in godsnaam allemaal aangericht heeft. Die gekke Biden natuurlijk, die tegenwoordig aan de macht is. Nou, moet je kijken wat die ook allemaal aanricht. Maar er zullen natuurlijk vast omheen ook wakkeren zitten die misschien nog meer euvel heeft tegengehouden.
Ja, alles zal zijn reden hebben en alles heeft ja, zijn doelen om vooruitgang te boeken. Het bewustzijn moet wakker worden. En sommigen zijn niet tegen te houden, helaas. Als we maar met onszelf aan de gang gaan en onszelf wel tegenhouden om onszelf continu te beperken. Ja, dus dat gaan we blokkeren. Nou, lieve mensen, het boek is uit. Het werkboek van Saint-Germain. Prachtige lessen. En echt een hele studie. En heel veel boeken vertellen dit. En ik ga verder met nog meer prachtige lessen en informatie voor jullie. Ik hou van jullie. Bedankt voor het kijken. En ja, kijk gewoon gerust bij de afspeellijsten. En dan kun je het hele boek kun je hier luisteren. Love you. Doei.